Of het hebben over de gaswinning in Groningen, toen het Forum voor Democratie won in de provincie. Toen was er nogal wat gemor, want het is een partij die door wil met die gaswinning. Ja, maar dan een prima compensatie voor de compensatie voor mensen die daar een huis uit moeten. We zijn hier bij Huize Maas in de binnenstad van Groningen. Kijk, Huize Maas. Alwaar het Forum voor Democratie een Groningen partijborrel gaat houden, terwijl de veegauto voorbij komt. Kunnen we ook naar boven al? Mag dat al? Mogen ja, wij? Nou, wij mogen al. Ja, wij gaan ook gewoon mee. Kijk, wij hebben privileges. De fanstand. Hier, kijk, lavendelzakjes. En dat kost dan maar liefst €4,95. Oh, sorry. Oké. Ja, dat willen we. Wat is de grootste motivatie om hier vanavond heen te gaan? Nou, een hele problematiek over de stikstof en zo. Dat we voor referenda zijn. Laten we de EU maar even iets wat kleiner maken. Nou, het is ook belangrijk bijvoorbeeld. Thierry Baudet is de enige die nuchter normaal overkomt. Meneer Baudet is zelf toch ook bij? Nee. Niet? Nee, meneer Hiddema. Maar mensen komen voor Baudet eigenlijk, hè? Hij is aangekondigd. Ik heb net gehoord dat de heer Baudet toch niet komt vanavond. Is dat nu een teleurstelling bij jullie allemaal of niet? Ze leiden ons af met crisissen, met zogenaamde klimaatproblemen, afgebroken stromen, honderdduizenden per jaar. Ik wil jullie allemaal even een warm applaus willen laten geven voor Theo Hiddema. Waar zijn we mee bezig? Met vragen. Nou, kom maar. Heeft iemand vragen voor mij? Ik sta nou toch. Geef maar een geel hesje met een embleem erop, een Forum voor Democratie. Dat de mensen. Ja? Ik had van zwaard gaan horen. Eigenlijk gewoon 20 jaar geleden waren de helft meer koeien en de helft minder auto's. En 20 jaar verder, wat hebben we? De helft minder koeien al. En de helft meer auto's. Dus we moeten met z'n allen elektrisch gaan rijden. Wat is dat elektrisch? Klaar. Nee. Opgelost. Nee. Er is geen oplossing. Dat is geen heel veel olie en dat soort zaken. Maar dat zijn wel feiten. Waar komt het probleem nou weg? Die boten, waar lopen die op dan? Welke boten in één keer? Waar komen die boten vandaan? Die boten die op zee varen. En hoe repareer je windmolens en dat soort zaken? Jongens, hou het lastig. Als we kijken naar visserij en landbouw, maar op heel veel vlakken moet Nederland alsjeblieft. Dat was. Oké, ga je gang. Vind ik wel dat wij onze eigen koers moeten varen. We zijn veel superieurder en we moeten dat ook meer uit. Superieurder, dat is een beetje één woord, hè? Nee, wel. Superieurder? Ja, vind ik wel. Of het hebben over de gaswinning in Groningen. Toen het Forum voor Democratie won in de provincie. Toen was er nogal wat gemor, want het is een partij die door wil met die gaswinning. Ja, maar dan een prima compensatie voor mensen die daar een huis uit moeten. Maar dan wonen mensen toch niet meer op de plek waar ze zijn opgegroeid? Dat is toch gek? Ik ook niet. U ook niet, nee. Maar je kunt toch niet mensen verplicht, zeg maar, hun huis uitzetten? Nee, maar dat denk ik zal ook niet gebeuren. Dat bevolkingsgroepen worden gedeporteerd uit Groningen en hun huis uit worden gedreven. Nee. Maar dat gebeurt toch wel als de gaswinning doorgaat en er zijn aardbevingen, dus je kan niet meer in je huis wonen, je krijgt een compensatie, mits je uitgekofferd uit je huis, dan moet je toch weg, dan heb je toch geen keus meer? Ja, maar een heleboel mensen die worden tot keuzes gedrongen. Niet omdat het water hen tot hun lippen staat, maar omdat ze heel rationeel gaan denken. Wat rendeert nou meer? Al die zenuwslopende toestand in het huis waar ik maar steeds zit, hè, te zweten van de zenuwen. Of dat ik naar elders vertrek en ik word ruim gecompenseerd. Ja, de heilstaat bestaat niet. Ik heb met de heer Hiddema net gesproken buiten. En eerder zei de heer Baudet ook. Die zegt, mensen moeten uitgekocht worden. Moeten gewoon doorpompen. Maar kan ook, dat is toch raar? Want mensen, je kan die mensen uit hun huis, op de streek waar ze zijn opgegroeid, waar ze graag wonen, wegnemen. Dat is Ja, dat is niet een keuze van mij. Laten we eerlijk zijn. Kijk, de grond die daalt. En op een gegeven moment, als die grond helemaal schuin staat, ja, dan kun je een huis wel versterken, maar het huis staat scheef. Die grond staat scheef. Dus dat hele gebied wordt onbewoonbaar. En dat is niet een keuze die Forum voor Democratie maakt. Weet je, dat is de Henk Kamps Fact for Life gaan we nu langzaam naartoe. Ja, maar ja, die bodem die daalt daar gewoon. En die wordt, als daar geen huizen meer kunnen staan, wordt onbewoonbaar. Dan moet je die mensen uitkopen. Nou, en die gaswinning dan? Dat is een beetje raar. Zet het door met gaswinnen, meneer. Oh, ja joh. Er wordt nog zoveel aan de neus gehangen. Wat dat er gaat.
deelswaarheid hebben.